bij mij begint het altijd met een Messi inderdaad. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen weer, hallo. Goedemorgen allemaal. Welkom bij onze nieuwe vlog van deze dag, van dinsdag. We gaan iets gezonds doen. Want het is januari en in januari wil je gezonde dingen. Dus dat gaan we gewoon doen. Vind je het? Ja, camera vandaag. Dus als je vragen hebt, dan kan je die stellen. Dan gaat zij ze aan mij stellen. Hartstikke leuk. Vandaag heb ik gekozen voor vis, want vis heeft natuurlijk allemaal belangrijke bouwstoffen. En het is niet vet, maar lekker mager, dus dat is mooi. En daarbij doen we natuurlijk wat lekkere dingetjes, wat ik echt superfoods vind eigenlijk. Tomaatjes, lekker aan zo'n mooi takje. Ik heb hier pompoen in blokjes al. Ik ben lui, hè? Dus je kunt hem thuis even schillen of met de schil, is ook heel lekker. Ik heb hier dus dan de kabeljauw. Wat rode ui heb ik alvast wat ingelegd in de azijn. Ik heb een limoentje, een blokje kippenbouillon. Je kunt ook groentebouillon gebruiken als je dat wil. En waarom heb je dat ingelegd in azijn? Nou kijk, zie je het kleurverschil? Ja. Dat wilde ik graag. Dus ik heb hier ui in ringetjes gesneden en dan in azijn. Die trekt eigenlijk een beetje de grootste scherpte uit de ui, zeg maar. Mm-hmm. En ook wat kleur, dus dan wordt die mooi roze. Dat vind ik een leuk gezicht. Mm-hmm. En want ui rauw eten, dat is eigenlijk voor mij alleen maar lekker als je er wel echt iets mee hebt gedaan. Dus bijvoorbeeld dan dit in die azijn, dan wordt die wat milder van smaak. Okay. En kun je hem goed rauw eten. Want anders als je zo van die blokjes rauwe ui op je haring of zo, dan denk je achteraf wel eens van... Ja, is best wel heftig dan, hè? Ja, ja. Precies. Ja. Dus dat haal je daar een beetje mee uit. En azijn is natuurlijk ook gezond. Eigenlijk zijn alle dingen gezond die we vandaag gebruiken. Ik heb hier ook een beetje olijfolie. Ik vind wel dat er een beetje vet bij moet, want dat smaakt lekker. En als je niet te veel van gebruikt, is het ook helemaal niet erg. Peperzout gaan we ook een beetje gebruiken. Niet te veel, want dat is ook niet gezond, hè? Veel zout. Je hebt een paar pannen nodig, snijplanken en spullen. En dan gaan we aan de slag. Ja. Straks ga ik het recept natuurlijk even posten hierboven. En dan zul je al het gerecht zien voor 4 personen. Dus wat ik nu maak is misschien niet helemaal in verhouding voor 4 personen. Maar we moeten het ook allemaal opeten hier, weet je wel. Dus het recept is dan voor 4. Waar je mee begint is de oven even aanzetten op 180 graden. En dan beginnen we met de tomaatjes. Die zijn dus zo leuk aan een takje. Dat ga ik straks ook laten zien. Ja, hier zijn er een paar los, maar dat geeft niks. Wat ik nou hier zo leuk aan vind, we gaan ze even poffen in de oven. En dan blijft dat takje blijft eraan zitten. En dat staat straks heel gaaf met het opmaken van je gerecht. Nou, een klein beetje olijfolie erop. Niet te veel, gewoon een paar druppies. Peggy die komt net binnen en die vraagt wat gaan we maken vandaag? Hi Peggy, goedemorgen. We gaan lekker pompoenbrakje maken met kabeljauw erop en rode ui. Een beetje limoen, gehakte hazelnootjes en gepofte tomaatjes, daar zijn we nu mee bezig. Ik heb dat heel vaak, als je zo'n molentje hebt, dat als je schudt het er ook wat uit. Ja, dat had ik toevallig laatst ook. Genoeg ook. Ja. Nou, peper mag natuurlijk best wel een beetje. En wat je dan doet, deze zet je in de oven op 180 graden. 5 minuten, dan zet je de oven uit. Ja, zet je hem uit. Laat je dat blik er gewoon in staan tot je hem gaat gebruiken. Wat je dan krijgt namelijk, ik heb het natuurlijk al even gedaan. Zijn mooie gepofte tomaatjes die niet helemaal stuk zijn, want als je ze heel lang in de oven zou zetten, dan barsten die velletjes nog verder open, dan loopt eigenlijk al het vocht eruit, het is zonde. Nu zijn ze eigenlijk een beetje in hun schilletje zo, een beetje gepoft, zie je? Dat het, het vocht zit er allemaal nog in. En als je hem optilt, blijven ze mooi aan dat takje zitten, dus dit wil je eigenlijk. Dus zie je het verschil? Ja. Leuk hè? En ze hebben dus nog wel, het zijn nog echt een beetje vochtbommetjes eigenlijk. Met die lekkere smaak van de tomaatjes erin. Dus 5 minuutjes op 180. Oven uitzetten, blikje erin laten staan. Niks aan de hand. Dan de pompoen. Die hadden we dus al in stukjes gesneden. Ik doe daar dan een blokje kippenbouillon bij. En voor mij is dat ook meteen genoeg zout. Als je thuis denkt, nou dat vind ik allemaal meevallen. Doe er gewoon nog een klein beetje zout bij. Wat water. Tot het eigenlijk net onder staat. Dus niet te veel. Ik zie wel eens mensen die doen dan een hele pan vol met water. Dat duurt het heel lang voordat het kookt. En het is eigenlijk heeft het niet zoveel nut. Dit kook je dan ongeveer 10 minuutjes. En dan giet je dit af. Nou, ook dat heb ik natuurlijk al voorbereid. Kijk, dan heb je zo lekker die pompoen. En wat dan het idee is, is om dat een beetje te prakken. Het mag ook nog wel wat structuur hebben van mij. Je mag het ook helemaal glad maken natuurlijk, wat je fijn vindt. Het is eigenlijk een beetje een pureetje. Het is een pureetje of een prakje, wat je lekker vindt om te zeggen. Maar ik hou er wel van als er nog een beetje structuur in zit, want anders vind ik het een beetje op een babyvoeding lijken. Dat vind ik zonde. Zo, hartstikke mooi. Die laten we ook staan. Dan hebben we hier hazelnootjes. Die gaan we even een beetje hakken.
En alvast een pannetje aanzetten. En die gaan we zo eventjes roosteren in een droge koekenpan, dus zonder olie. Heb je niet nodig bij nootjes. Wel bijvoorbeeld als je pompoenpitjes en dat soort dingen gaat roosteren. Dan moet je wel een beetje olie gebruiken, want anders krijg je een soort popcorn effect. Ja. Springt alles uit je pan. Zegt het is super grappig, maar dat is een ander gerecht. Ik zet deze pan ook vast even aan. Hier gaan we zo de kabeljauw in bakken. Nou, het idee is dan om eventjes grof met je messen doorheen te gaan. Ik hou mijn vingers op het mes, zodat ik ook niet ergens hier in de buurt bij die nootjes ben. Dan kan ik ook niet in mijn vingers snijden. En begeleid ik dat mes eigenlijk een beetje. Ook hierin een beetje structuur mag best. Het hoeft niet al te fijn. Als ze allemaal een keertje doormidden zijn, is het ongeveer wel goed. Zo. En ik hou echt van hazelnoten. Ik vind het zo lekker. En in combinatie straks met pompoen en met het visje is het echt super. Nou, het idee is dan om die gewoon in dat pannetje te doen. En wel goed in de gaten te houden. Want als dit te hard gaat, dan zijn ze zo meteen zwart. En dan moet je opnieuw beginnen. Zo. Nou, helemaal mooi. Dan hebben we dat visje. Die ga ik een beetje peper geven en een beetje zout. Maar niet te veel. Zo. Even er doorheen. Hier geeft net iemand aan van kippenbouillonblokje. Je kan het ook zelf maken met kippenbouillon. Ja, absoluut. Tuurlijk. Ik weet of iedereen er tijd voor heeft, maar als je tijd hebt, dan zou ik zeker wat kip halen. Ja. Lekker poten of bijvoorbeeld een karkasje wat je een keertje over hebt gehouden van een ander maaltijdje wat je in de vriezer hebt gedaan. Een beetje aanzetten met lekker uitje en prei en weet ik het allemaal. Een mooie eigen bouillon trekken, heerlijk. Absoluut. En als je die bouillon nou gemaakt hebt, stel ik een hele pan maak, kan ik dat dan bijvoorbeeld ook invriezen en later weer gebruiken? Zeker. En wat dan handig is om te doen, is bijvoorbeeld ook wat kleine porties te maken. Want bijvoorbeeld als je een sausje maakt of een zuurtje, is het ook heel lekker om je eigen bouillon te gebruiken. En wat je dan doet, is zo'n ijsblokjesvorm. Dan giet je dan wat in, zet je die in de vriezer en dan kan je nou per portie eigenlijk gewoon die bouillon gebruiken. Ja, dat is ook een lekker idee. En hoe lang kan je dat dan bewaren? Want ik heb heel vaak te maken, ik wel zelf bouillon, denk ik, ja, hoe lang kan ik dat nou... Ja, dat ligt een beetje aan de vriezer, zeg maar. Hoe heet die wordt. Ja, morgen. Hoeveel graden die vriest. Als je zeg maar onder de 18 graden nog vriest, dus 18 en dan 29, 22, dan kun je het echt wel een half jaar bewaren. Dat is makkelijk. Kijk, je moet af en toe even ook opletten hoor, want anders dan gaat het natuurlijk helemaal mis. En dan ben ik jullie van alles aan het laten zien wat niet goed gaat. Nou, dit gaat de goede kant op. Dit ruikt zo lekker. Voor mij is dit winterachtig, herfstig. Heerlijkheid. Oké, een beetje olijfolie hebben we wel nodig, hè, zoals ik net al zei. Pak een pan met een goede anti-aanbaklaag, dan heb je niet al te veel nodig. Wat we gaan doen is dat visje eventjes bakken. Dit is kabeljauw. Deze hebben we vers gehaald bij de visboer. Je kunt ook kabeljauw halen bij de supermarkt natuurlijk. Ja, René die vroeg nog van, hey, kabeljauw, wat voor andere vis kan ik gebruiken? Wat voor andere vis is? Kijk, ik vind kabeljauw heel lekker omdat ik hou van wit vis en ik hou van stevige vis die niet zo snel uit elkaar valt. Dus een beetje, hè, je ziet dat het een mooie dikke kabeljauwhaas is eigenlijk. En dat vind ik lekker, want dat is een mooi stevig ding. Lekker dik. En waar ik van hou is dat hij straks nog een beetje glazig is van binnen. En welke andere wit vis is nog meer steeds? Ja, dan kom je op bijvoorbeeld Victoria paars of tilapia of dat soort dingen. Maar je kan ook bijvoorbeeld met wat minder stevige vis, maar wel heel leuk ook in de kleurcombinatie. Je hebt bijvoorbeeld zalm doen, hè? Lekker zalm bakken. Ja, van hout. Heerlijk. Zo, even het visje bewegen, dat hij niet vast blijft zitten. Het is goed heet hier. Kijk, deze zijn klaar. Zie je? Ja, mooi. Ik was weer op tijd. De kleur gaat uit. Doe ik eventjes eruit in een schaaltje, want... Als je dit in die pan laat zitten, dan gaat het eigenlijk nog door. Want die pan is hartstikke heet. Dus dan zou het kunnen dat ze alsnog verbranden. En dat willen we natuurlijk niet. Even kijken. Ja, nog eventjes aan deze kant. Zo. Dan gaat het de kant op. Helemaal mooi. Nou, dan had ik hier dus inderdaad zo lekker dat uitje. Die heb ik in dunne ringetjes gesneden. Dus eventjes pellen. Dunne ringetjes. En die heb ik in wat appelazijn gelegd. Dan moet je kijken hoe dat kleurverschil nu mooi is. Gaaf, hè? Heel grappig.
Echt heel leuk. Nou, dan heb ik hier nog een limoentje. Vind ik namelijk leuk en heel lekker. Een beetje citrus bij je vis is altijd een goed idee. Dus wat ik dan doe is, ik heb een hele mooie scherpe rasp hier. Dan schil ik eigenlijk zo dat limoentje mee. En ik wil echt alleen maar dat groen. Dus ik ga niet heel hard drukken, want dat witte, dat is heel bitter. Mm-hmm. En dat is een smaak, die zoeken we meestal niet in eten. Maar dat friszure, zeg maar, die moet je wel even wassen natuurlijk. Je ziet ook dat deze niet glimt, hè? Zie je dat? Ja. Dus er zit geen was meer op. Je hebt heel vaak zitten die op die citrusvruchten een beetje van dat glimmende was aan de buitenkant. Ik moet je even afhalen. Zo. Kijk, leuk hè? Zie je al die kleuren zo bij elkaar komen? Lijkt mij heerlijk. Visje nog even omdraaien. Prachtig. Zo, je ziet dat die mooi een beetje aangebakken is. Je kan hier ook een beetje erin kijken. Zie je dat hij nog best wel een beetje... Kan je dat zien? Een beetje glazig. Een beetje glazig is van binnen. En dat is niet erg. Als je verse vis hebt, mag die best mooi glazig zijn. Dan moet ik ietsje verder, want hier... Kijk of ik het zo kan aanwijzen. Hier. Oh ja, ja. Zie je dat hij nog een beetje waterig is? Zie je dat? Ja. En dat wil je niet. Dat moet er wel echt uit. Dus daarom bakken we hem wel even aan twee kanten. Zo, supermooi. Ik ga vast het bord opmaken. Hoe je dat dan thuis doet, je houdt natuurlijk die pompoen even lekker warm. Hè? Dat is wel belangrijk. Kijk, hier heb ik hem. Nou, dus ik heb hier die pompoenpuree. Lekker op smaak, zeg maar, met die kippenbouillon. Maar ik geef hem nog wel een slagje peper mee, zo. En net die vraag nog of je die limoen wast met zeep. Nee, ik was hem niet met zeep eigenlijk. Ik schrob hem even schoon. Met een... gewoon met een, bijvoorbeeld zo'n champignon worsteltje, weet je, kan je daarvoor gebruiken. Met gewoon water. Even schoonpoetsen. Maar niet met zeep. Maar is dat een, ik weet niet, is dat een goede tip of is dat een gede? Ik vind het wel een grappig plan. Zo, een beetje peper erop. Hoe zat heen? Nou, die vis, die gaat super mooi. Kijk eens even, kijk, dit wil je eigenlijk, dat die lamellen een beetje los van elkaar komen. Super gaaf. Weet je of deze heel blij is, denk ik niet. Wat zijn lamellen? Lamellen zijn eigenlijk, zeg maar, die, zie je die randen zo? Mm-hmm. Dat noemen ze lamellen van de vis. Ja. Nou, deze jongen wil niet helemaal heel blijven. Maar vooruit. Zet de pan uit. Oké, wat we gaan doen is de bord opmaken. Ik haal even het leukste stukje eruit. Wacht, ik doe deze even in. Het oog er ook wat, hè? Zo. Dit staat al mooi, hè? Dan wat van die uitjes. En dan heb je dus eigenlijk gewoon een heel gezonde maaltijd op tafel gezet. Er zit hier namelijk geen zetmeel en dat soort dingen. Of niet heel heftig in elk geval. Of onderdraten dingen. Ja, ik vind dit dus echt zo gezellig staan. Het ziet er ook echt super kleurrijk mooi uit. Oh, dat is nog heet. Die nootjes zorgen echt voor die crunch. En een mooie warme smaak. En dan wat van die bloemsnippers eroverheen. Wat dacht je ervan? Het ziet er echt super mooi uit zo. Leuk hè? Ja. Nou, dit is dus super gezond. Want visje met omega 3. Pompoen met genoeg vitamintjes erin. Lekkere hazelnootjes. Die heb je ook nodig natuurlijk. Mooie tomaatjes uit de oven. Een beetje olijfolie. Rood uitje voor de kleur. Limoenzest voor de kleur. Nou... Het ziet er super mooi uit. Lekker hè? Zal ik even proeven? Ja. Dit is altijd het favoriete moment. Francine zegt eet smakelijk. Ja, dankjewel Francine. Dat gaat denk ik wel lukken. Ik zal even een beetje zo met een uitje en wat limoen doen. Zo. Mm. Ja. De combinatie van de smaak is heel lekker. Fris, zoet,
beetje zuur, beetje zout. Heerlijk. Ik zou zeggen, zet deze gezonde maaltijd lekker op tafel vanavond. De kinderen vinden dit ook heerlijk, dat weet ik zeker. En we zien jullie morgen weer. Tot morgen. Tot morgen.